Goedemorgen YouTube-kijkers. Vrijdagochtend. Het is nog een beetje schemerig. Koud. Maar hier in de schuur is het lekker warm, want daar hebben we de kachel aan. We gaan even een klein beetje voorbereiden. Kerstman is vroeg gekomen dit jaar. Die heeft iets meegenomen voor ons. Zullen we eventjes uitpakken. De deur weer dicht doen, want anders dan heeft die kachel weinig nut. Hè? Ja. En wat heeft de kerstman meegenomen? Nou, zoals je weet, met een kraan. Als je het niet weet bij deze, moet je natuurlijk 's ochtends even, of 's avonds net wat je wil, de vloeistoffen controleren. Zowel brandstof, antivries, hydrauliek. En je moet de kraan doorsmeren. Nou is het, hebben wij normaal gesproken een handpomp. Dat is zo'n vetpomp die je dan gebruikt, zeg maar. Maar die is niet altijd even handig, want dan wil nog wel eens dat dat een beetje tegen zit, zeg maar. Dan heb je twee handen nodig en ja, die heb ik niet altijd. Of althans, twee paar handen, even voor de duidelijkheid. Ik heb het geluid aangepast van de GoPro. Na veel 5 en 6 ben ik erachter hoe het nou zat. Dan blijkt dus dat je met een extra microfoon kunt kiezen voor of achter. En dat had ik niet helemaal goed door. Dus dan draai ik hem om en dan hoor je niks. Dus dat was niet zo handig. We gaan even kijken wat er in de doos zit. Wat de kerstman heeft gebracht. Vast iets leuks. Nou, eens even kijken wat hij gebracht heeft. Hij heeft gebracht. Van Milwaukee. Hey. Een accu-vetspuit. Als het goed is, maar dan gaan we beleven, moet dit veel makkelijker wezen. Dus om eventjes, ik neem aan tot de accu's nog even opgeladen moeten worden. Onze vrienden van Kosten Werkplaatstechniek, die hebben die opgestuurd. Die zijn namelijk dealer van Milwaukee. Dus, we gaan even kijken, we zetten de accu's even aan de lader. Dat zou wel noodzakelijk worden. Even kijken, de rest de kachel. Dat is die. Even spieken. Die kan er wel even uit. Even een keer wat extra stekkers er neerzetten. Eens even kijken. Even zeggen, dit is de verkeerde laaier, maar dat is niet zo. Wat mis ik in dit verhaal? Even kijken. Ik ga het nog een keer doen. Empty. Laat hij dan al? Of niet? Ja. Oké, okay. Ik ben even iets anders gewend. Bij de Makita klikt die en bij deze niet. Oké, okay, dan zal deze accu zal niet veel beter zijn. Nee, dat is jammer, want dan kunnen we hem niet testen. We moeten hem eerst even laaien. Dus dit. Een nippel voor om de hoek. Dan hebben we er alleen niet zo'n hele fijne clip aan zitten. Dan kunnen we altijd nog wel even een andere verregelen. Oké, okay, nou. Dit is wat de kerstman gebracht heeft. Het is enigszins functioneel, maar dat geeft niet. Dat zijn de beste cadeaus. Nou, vetpatroon erin. Op de laaier gezet. Nog heel even checken hoe dat ging, maar dat komt goed.
Maar goed, de accu's zijn natuurlijk leeg, dus... Althans, hij doet het nog wel een beetje, maar om de kraan door te smeren zal wel niet. We zullen de rommel even opruimen. En dan zal het inmiddels wel wat lichter worden. Denk ik buiten. Ja, kijk. Dan wordt het even iets beter om te werken. Nou, vervolg vetspuit. Accu is vol. Zie, test 1, 2, 3. Die staat aan de laaier. Ik heb de kachel even uitgezet, want die heeft een beetje storend verhaal. Dan komt het ding weer terug in de koffer. Een dol op koffers altijd. Dan ligt het niet door de hele auto te slingeren. Om praktische redenen is dat dus makkelijker. Zo, de acculader die blijft hier. Even denken. Ja. Dan gaan we naar de kraan. En dan gaan we de kraan even doorsmeren. Oké. Laten we maar eens even kijken of dat werkt zoals ik hoop dat het werkt. Even de nippels een beetje schoonmaken. En dan alles wat in zit, zoals in deze. Vooral die onderste, zeg maar, die hebben veel last dat er natuurlijk vies ellende modder. Zowel bij de nippels als in de scharnieren komt. Nou, eens even kijken hoe dat werkt. Voor de eerste keer. Ik ben nog niet helemaal amused met deze. Even een paar keer moeten draaien. Oh ja, we zitten niet op te letten. Genoeg. Nou, ik zeg topding. Heeft Sinterklaas goed bedacht. De kerstman.
die weer zo blijven staan. Op naar de Volvo, zullen we die ook nog even doorsmeren. Oké. Kraan nummer 2. Een dingetje, want handiger als je de schroevendraaier gelijk meeneemt, dan hoef je niet twee keer te lopen. Moet je zijn hoofd niet gebruiken, moet zijn benen gebruiken. Zullen we maar zeggen. Deze kant wil. Dat zal er niet meevallen, denk ik. Ja. Ja, daar komt het. Oké, en het laatste opmerking in het filmpje hiervoor is natuurlijk van, ik zal even een andere patroon ophalen. En toen heb ik ook keurig alles gefilmd, van het voor de rest doorsmeren van de Volvo kraan. Maar, wat blijkt, op de 's avonds, dat is niet goed gegaan. Dus, even opnieuw, de Volvo kraan heb ik naar buiten gereden. De arm gestrekt, zodat erbij kon. Trap gepakt. En doorgesmeerd. Waarom smeren we door? Want dat is misschien niet helemaal duidelijk. Dat heeft de volgende reden. Zeg maar, tijdens het graven komt hier, nou zitten de hefdruklepels erop, maar komt hier allemaal troep tussen. Allemaal zand. En dat gaat in de scharnieren zitten. Zie, het zit hier ook voorop. En dat is ook zo, zie. Het valt er allemaal tussen. Nou, je bent niet altijd in de gelegenheid om dat, zeg maar, constant schoon te houden. Dus dan hebben ze wat bedacht. Dat heet de vetnippel. Dan zit er, zeg maar, hier zit een nippel in. Net zoals dat je die hier hebt. Die zit op alle cruciale draaidelen. Soms, door de speling gaat het ertussen en soms zitten er groeven in. Dus dan hebben ze er een pen in zitten. In die pen zit een klein gaatje. En daar zitten dan weer gaatjes in, zeg maar, zodat als je de vet inperst, dat het dan uit die pen komt en in dat scharnier komt. Zolang als je er vet in houdt, kan er geen vocht en ellende in komen. Dus dat is het idee van het doorsmeren, wat bij een kraan, zeg maar, van essentieel belang is. Dan ligt dat een beetje aan hoeveel draaiuren je op een dag maakt. Maar de gouden regel is dat je gewoon 's ochtends doorsmeert. Zo ook dat je naar de vloeistoffen kijkt. Want
zo'n machine staat zeg maar constant op vol last, want het is een hydraulische machine. Dus die heeft een grote hydraulische pomp op de motor zitten. Dit is de motor, hier heb je een hydraulische pomp, zie je met de leidingen. Om die druk goed te houden, zodat jij zeg maar alles kan doen met hydrauliek, staat dat ding zeg maar op een bepaald toerental constant te draaien. Dus het is wel handig dat je dan 's ochtends even kijkt of er voldoende olie in zit, hydrauliek vloeistof, koelvloeistof, diesel uiteraard, anders dan wordt het helemaal niks. Dus je ziet vaak in die filmpjes altijd dat ze dat even 's ochtends doen. Nou doen wij dat ook, nou ga ik dat niet elke keer filmen, dus ik doe het nu wat uitgebreider. Maar dat doen wij in principe ook. Als we de machine pakken, dan checken we de vloeistoffen en vullen we die aan wat nodig is en we smeren de machine door. Nou, gisteren had de kerstman een mooi cadeau gebracht. Dat hebben we mooi kunnen gebruiken, heb je in de film gezien. Werkt goed, er zitten standen op. Dat heeft met het aantal slagen te maken, begreep ik later. Dus als je hem nou indrukt, dan doet hij zeg maar 10 keer pompen. Er zit nog een lampje voorop. Voor de keren tot het nog donker is als je vroeg begint. Nou ja, voor de rest is het zeg maar redelijk hufteproof en simpel. Patroon erin. En pompen maar. Op accu. Zie. Nou, dat is ook goed, allemaal goed. Dus, dat is eigenlijk het verhaal van de vetspuit. Van vriend de kerstman. Leuk cadeautje, praktisch cadeautje, hou ik van. Nee, het meeste aan. En dit is de Volvo, de andere heb je al eerder gezien. Maar goed, het tweede deel van de Volvo smeren, doorsmeren is eigenlijk, in het water gevallen. Maar bij deze. Dus ik hoop dat je het even leuk vond. Het is even een beetje meer achtergrondverhaal in plaats van een klus. Maar het is weer eens wat anders. Dus doorsmeren, vloeistoffen. En dat geldt zowel voor de kranen als voor de trekkers die we hebben. Daar moet het altijd mee gebeuren. Ik zou zeggen, tot de volgende keer.